Van harte welkom bij dit online orgelconcert. Ik heet u mede van harte welkom namens de Stichting Vensterop Muziek in de Lambertus. Dit concert heeft als titel Erik Koevoets opent online de internationale muziekzomer Lambertus. Vanavond een geheel Frans programma, wat je zou kunnen kenschetsen als tussen hemel en aarde. Sommige stukken reiken naar de hemel, sommige zijn heel aards. We beginnen met een prachtig stuk van Charles Tournemire met als titel Chorale Alleluiatique. Het komt uit de grote cyclus L'Orgue Mystique, waarin hij voor elke zon- en feestdag orgelmuziek heeft gecomponeerd bij de Gregoriaanse gezangen. En dit Chorale Alleluiatique is een slotstuk aan het einde van de mis. Het is gebaseerd op een Gregoriaanse melodie die gebaseerd is op een klein stukje uit Psalm 122. Ik ben verheugd over wat mij gezegd is, naar het huis des Heren zullen wij gaan. Je hoort het enorme verlangen om daar daadwerkelijk naar dat huis te gaan. En van een redelijk mild begin, maar toch heel vreugdevol, wordt het stuk geleidelijk aangebracht tot een enorme vervoerende climax. Vervolgens de leraar van Tournemire, César Franck, en ook zijn voorganger als organist aan de Sainte Clotilde in Parijs. Van Franck hoort u het bekende Cantabile, het tweede stuk uit de Trois Pièces. We kunnen goed horen dat Franck in zijn eigen stijl, die hij al helemaal ontwikkeld had, toch ook wat invloed van Wagner laat horen in de harmonie waar veel chromatiek te horen is. Zoals dat ook bij de latere werken van Wagner, zoals onder meer in Tristan und Isolde te horen is. Vervolgens een groot werk van Guimand, zijn vierde sonate, een schitterend werk, vier delen. En wat mij opvalt in deze sonate is dat de vier delen hebben verschillende karakters, maar dat in de thematiek van elk deel zit een soort, ja, je zou haast kunnen zeggen, een soort hardnekkigheid, een bepaald motief wat steeds herhaald wordt in het eerste deel heel fel en dramatisch, maar in het tweede deel juist heel teder, maar wel degelijk toch steeds die motiefherhaling. Nou, dat idee van steeds iets beklemtonen, dat zit ook in deel 3 en 4. Steeds op heel verschillende manieren. En het is een, ik vind het een geweldig stuk, waar ook behalve de Franse sfeer in zit, toch ook veel invloed van Mendelssohn en Schumann bijvoorbeeld. Dan komen we bij Louis Vierne, de organist van de Notre-Dame, een zeer groot componist wat mij betreft. Uit zijn pièce de fantaisie, fantasiestukken, drie delen, lamento, wat zoveel betekent als klacht. Nou, dat kunt u aan de muziek onmiddellijk horen, het is zeer melancholiek. Met ook weer veel chromatiek in de harmonie, ook weer onder invloed van Wagner, denk ik. Vervolgens als tweede stuk het grillige feu follet, dat betekent dwaallichtjes. Dwaallichtjes waren een soort blauw lichtverschijnsel en die kon men aantreffen boven moerassen, poelen, maar ook kerkhoven. En volgens oude volksverhalen lokten de dwaallichtjes mensen naar het water. Dus het is een wat griezelig onderwerp wat door Vierne zeer grillig en ook wel een beetje huiveringwekkend af en toe wordt gestalte gegeven. Dan als laatste van dit Vierne drieluik zijn beroemde toccata. Kenmerk van de Franse romantische toccata is het altijd doorgaande karakter als een soort perpetuum mobile. Iedereen kent wel de toccata van Widor, die een beweging heeft die constant van begin tot eind doorgaat. Dat is in deze toccata ook, met een zeer dramatisch, donker geladen harmonie. Dan als afsluiting komen we weer bij Tournemire. Zoals we met hem begonnen, zo sluiten we ook weer dit programma af. Opnieuw met een chorale alleluiatique, maar niet nu nummer 3, maar nu nummer 4. Dat is voor een volgende zondag uit de cyclus L'Orgue Mystique. En ook weer een slotstuk aan het eind van de mis. En dat is gebaseerd op de tekst uit Psalm 141.
Laat mijn gebed opstijgen als wierook voor uw aanschijn, Heer. En dat opstijgen van die wierook hoor je ook in de fijne, ranke arabesken in de melodische voering, waar doorheen dan de hele melodie van dit Gregoriaanse gezang, dit gezang Dirigatur Oratio Mea, is opgenomen. Kenmerkend voor Toenemir is dat hij behalve de originele Gregoriaanse melodieën ook eigen melodieën daardoorheen vlecht, waarbij je soms denkt, waar begint nou de melodie van Toenemir en waar is het Gregoriaanse origineel? Dat zit zo mooi door elkaar heen, in een zeer exclusief harmonisch palet, en ook dit orgel is er eigenlijk voor gemaakt, voor dit soort zeer poëtische klanken. Nou, na de poëtische klanken wil ik u toch nog even wijzen op iets prozaïs. Het is ontzettend fijn als u als blijk van waardering een gift zou doen als waardering voor ons werk. U kunt doneren via de link die u kunt vinden onder deze YouTube-film of die u kunt vinden op de website van Venster op Muziek. Dank u alvast hartelijk daarvoor. Ik wens u een heel mooi concert toe. Dank u wel.